Over anderhalve week dan kunnen we weer in de Python, de baron, of misschien wel gewoon even lekker wandelen door het sprookjesbos. De Efteling gaat weer open. Half maart ging het park op slot door de coronacrisis. Toen het kabinet woensdag Versoepelingen bekend maakte, is het park met de veiligheidsregio gaan praten over een heropening. En er is dus een datum geprikt: de woensdag voor hemelvaart, dat is 20 mei. Ja, wel een gemengd gevoel. Uh, het is gewoon niet. We uh, zitten nog midden in uh, de corona. Er is ook nog steeds geen vaccin gevonden. Dus uh, ik vind blijdschap ook niet echt op zijn plaats. Maar het is wel heel fijn dat we met de Efteling weer open kunnen. Dat gaat natuurlijk niet zonder een flink aantal maatregelen. wel van Hoofd is bij de Efteling in Kaatsenheuvel. Noël, waarom denken ze eigenlijk dat het gewoon weer kan opengaan? Nou, omdat de Efteling een groot park is waar mensenmassa's zich kunnen verspreiden. En Ze zeggen hier ook echt wel gewend te zijn aan mensenmassa's. Maar natuurlijk niet in een anderhalve meter samenleving. En daarom wordt er vanaf volgende week al uitgebreid getest. Uh, overigens uh, kan niet de, de normale capaciteit naar binnen. niet de normale bezoekersaantallen. Het gaat dan om een derde van wat er normaal naar binnen gaat. Het gaat dan om een paar duizend bezoekers per dag. En dat alles gaat in overleg met de veiligheidsregio. Wat heeft de sluiting eigenlijk met het park gedaan? De directeur zegt echt dat ze een klap hebben gekregen. En ook als ze dadelijk op 20 mei weer open kunnen, zal die klap nog altijd doordreunen. Want ze kunnen die normale bezoekersaantallen niet halen. Volgens de directeur gaat dan ook het allerslechtste jaar ooit in 68 jaar voor de Efteling worden. Dat heeft zeker consequenties ook voor 2021 en 2022. Want eh, zoals je weet is de Efteling een stichting. En wij mogen het geld wat wij verdienen weer herinvesteren in het park. Nou, als je geen geld verdient, kun je het ook niet herinvesteren in het park. Nee, dus dat betekent dat we een uitbreiding niet zien de komende jaren? Nou, dat durf, ik, dat durf ik niet te zeggen, want dat is ook even afhankelijk van hoe de komende tijd zo zal zijn. Uh, maar um, het tempo wat wij de afgelopen tijd uh, hebben gehad, uh, ja, dat is nog maar de vraag of we dat kunnen volhouden. Ja, nou wel, 20 mei dus weer open. Wat staat de bezoekers dan eigenlijk te wachten? Ja, een hele lijst aan maatregelen. Zo kun je niet zomaar spontaan naar de Efteling gaan. Je moet echt vooraf reserveren en je ticket te kopen. Hier achter mij zie je een proefopstelling staan. Daar staan hekwerken, daar staan al strepen op de grond. Die zul je in het hele park dadelijk ook kunnen aantreffen. Je mag als gezin wel samen in een achtbaan bijvoorbeeld. Maar als vriendengroep niet. Want vrienden moeten gewoon anderhalve meter afstand houden. De eerste weken zul je ook alleen maar je eten en drinken kunnen afhalen. Ze volgen hier de HORECA-richtlijnen. Dus dan betekent dat vanaf 1 juni. Je pas bijvoorbeeld op het terras kunt hier in de Efteling. Uh, je kunt alleen maar pinnen. En op sommige plekken zul je eenrichtingsverkeer tegenkomen. Nou, hoe het allemaal precies gaat uitzien, dat gaan ze dus volgende week allemaal uitzoeken. En eind volgende week presenteert de Efteling dan hun plannen. Nou wel van Hoofd bij de Efteling. Dankjewel.